De Centrale Landse Accountantsdienst Suriname, CLAT, heeft vanmorgen haar 50-jarig bestaan herdacht. De viering is gehouden met personeel en gepensioneerden en enkele hoogwaardigheidsbekleders. De CLAT valt onder het ministerie van Financiën en Planning en doet onderzoek naar administratieve onregelmatigheden binnen de overheid en parastatale bedrijven. Heidi de Zijl Simons, die de meeste dienstjaren heeft binnen de CLAT, vertelt welke veranderingen zich hebben voorgedaan binnen de organisatie. Bij de instelling van de CLAT bedroeg het personeelsbestand circa 50 man. Anno 2023 zijn er 45 personeelsleden bij de CLAT, 1 directeur, 12 ondersteunende medewerkers en 32 medewerkers op de auditafdeling, waaronder 3 accountants. Ik hou u nog enkele markante gebeurtenissen voor. Accountants, als we praten over accountants, het werven van accountants is altijd een hoofdbreker geweest. Volgens directeur Gerald Santu is de hoofdtaak van de CLAT erop toezien dat de gelden van de regering en de parastatale bedrijven niet vergooid worden. Santu merkt echter op dat er een groter bewustzijn is bij ministeries en directeuren van parastatale bedrijven als het gaat om de eindrapporten van de CLAT. Om de audits en de eindrapporten van de CLAT bij de controle van begrotingsrekeningen en bij de controle van de jaarrekeningen van de parastatale ter harte te nemen. Dat is ooit anders geweest. Met name waar het gaat om onze adviezen ter verbetering van de interne organisatie. Uiteraard speelt hier ook mee dat de wens de vader van de gedachte is. Van het ministerie van Financiën weten we dat onze eindrapporten hun warme belangstelling hebben. Financiën-minister Stanley Ragubarsing zegt dat er 2 woorden zijn die de CLAT het best kunnen beschrijven. Verantwoording en transparantie. Overheidsgeld is geld van de gemeenschap. En daarmee moet er verantwoord en transparant worden omgesprongen. De CLAT heeft daar een centrale rol in. Het ministerie van Financiën en Planning is daar de directe interface voor de CLAT. Omdat het ministerie van Financiën en Planning de zorg heeft voor het algemeen beheer van staatsgelden en het toezicht op de richtige besteding. En het ministerie van Financiën de zorg voor rekening en verantwoording van staatsgelden. En in feite heeft Financiën een vooruitgeschoven rol, maar die rol om ervoor te zorgen dat elke cent goed besteed wordt, die rol hebben we allemaal als burgers van dit land. President Chandrika Prasad Santokhi is de mening toegedaan dat vanuit het oogpunt van bestuur en het staatsbestel de regering een sterke CLAT en rekenkamer wil. Maar niet alleen die 2 instituten. Alle personen van de CLAT die weten het nog. De minister van Financiën is gerefereerd naar toen hij minister van LVV was. Ik refereer ook toen ik minister van Justitie en Politie was. Er wordt speciaal programma uitgevoerd met technische bijstand van de UNDP om heel vroegtijdig binnen de ministeries in te bouwen die preventieve controle. Dat op alle ministeries een afdeling interne controle moest zijn. Dat is een heel trainingstraject, ook CLAT werd bij betrokken bij die training. Naar zeggen van het staatshoofd zal CLAT pas effectief kunnen functioneren als op alle ministeries een sterke interne controle aanwezig is.